Vicepresident Ronnie Brunswijk ontkent in alle toonaarden dat hij goedkeuring heeft gegeven aan de uitvoer van het project van Pan American Real Estate, dat nu in verband wordt gebracht met mogelijke corruptie. Brunswijk beklemtoonde gisteren dat het duidelijk moet zijn dat hij geen deel uitmaakt van de ontwikkelingen in de zaak en persoonlijk geen bemoeienis heeft gehad in de case. Ja, dus eigenlijk wil ik, wat Pan American betreft, wil ik niks zeggen, maar de president heeft dan daarop gereageerd, dus ik kan ook reageren. Want ik heb daar gehoord dat de president heeft gezegd van, dat op bepaalde mensen zeggen, ik kan niet, ik weet het niet, enzovoort, terwijl de totale regering dat heeft goedgekeurd. Ja, ik denk dat de president zich niet verkeerd daarin hoor. Maar in ieder geval wil ik zeggen dat ik er niet bij ben. Als ik zo moet zeggen, dat wanneer zeg de hele regering, de hele coalitie is, heeft goedkeuring gegeven, dan zeg ik dat deze vicepresident niet. Ik heb juist op bepaalde momenten gezegd van, we moeten dit aanhouden. Ja, totdat we de PPP zien. Als er een overeenkomst is dat wie, welke regering, als het drie regeringen ver voor ons iets heeft goedgekeurd, dan gaan we het uitvoeren. De vicepresident kan ook niet zeggen wat de vervolgstappen moeten zijn in deze spraakmakende zaak. Maar het is niet zo dat mensen zitten te speculeren of mensen scenario's zitten te schrijven dat de vicepresident graag wil dat de president in problemen komt en al deze dingen dat hij dan dat gaat waarnemen als vicepresident. Dat zijn die scenario's die mensen schrijven. Ik heb de grondwet niet geschreven. Ja, de grondwet is duidelijk wat dat is. Maar in ieder geval mag ik u zeggen van, niks is hier bij mij gebeurd. Dus ik kan onmogelijk aan een stuk komen die bij de secretariaat van de president zit. Ja, dus al die stukken die op straat zijn gekomen van daar. Er is geen enkele stuk hier, geen enkele raadvoorstellen of al die raadstukken. Dat betekent, ze zijn hier bij mij, want alles wat op staat, wat een klokkenluider heeft gevonden, zijn dit via mijn kabinet. Brunswijk wees de media er verder op dat hij geen motie van wantrouwen heeft getekend tegen zijn coalitiepartners. Hij zal immers ook geen bijdrage leveren aan zijn eigen val.